geeft u de zekerheid van Renault Pro Plus. Met onder meer vervangend vervoer. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Kies voor de kwaliteit van Renault. Ook bij Hans Anders. Ferrari Focusglazen voor maar €50 bij aankoop van een Natuur. Microsoft neemt telefoonfabrikant Nokia grotendeels over. Het Amerikaanse computerbedrijf krijgt onder meer het telefoontak in handen. Microsoft wil van Nokia weer het grootste mobiele telefoonmerk ter wereld maken. Volgens economieverslaggever Merel Stikkelorum is maar de vraag of mensen weer massaal zo'n Nokia gaan kopen. Mensen zijn natuurlijk ook heel erg gewend aan het gebruik van een eigen mobieltje. Je weet waar alle knopjes zitten en hoe het werkt. Dus dan is het heel lastig om over te stappen naar een ander mobieltje. Dus ja, het is maar de vraag of het gaat lukken, maar ze proberen het in elk geval wel. Er zijn al meer dan 2 miljoen burgers gevlucht uit Syrië voor de burgeroorlog. Elke dag komen er 5000 vluchtelingen bij, zeggen de Verenigde Naties. Burgers gaan vooral naar de buurlanden Jordanië, Irak, Libanon en Turkije. In laboratoria worden de komende tijd monsters onderzocht uit Syrië, waar het moet blijken of er inderdaad gifgas is gebruikt. Maar ook Frankrijk weet nu, net als de VS, al zeker dat het regime gifgas heeft ingezet. Komt door een rapport van de Franse inlichtingendiensten, zegt correspondent Ron Linker. De Franse regering vindt in ieder geval dat er voldoende concreet bewijs is. Het heeft gisteravond inderdaad 9 kantjes tellend document gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat alleen Assad over chemische wapens beschikt, niet de opstandelingen. Daarin staat dat de getroffen wijk in handen was van die opstandelingen en dat Assad erna die wijk heeft gebombardeerd om sporen te vernietigen. De Japanse regering wil bijna €360 miljoen uitgeven om problemen met radioactief water rond de kerncentrale van Fukushima op te lossen. Het geld wordt onder meer gestoken in het filteren.